En op zich ook wel een viering waard vandaag. Nou, huilen. Het heeft gewoon zo'n grote impact op je leven en je relatie. En hoe je misschien ineens anders in het leven gaat staan. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag 10 juli, 3 dagen na de tweede chemo. We hebben lekker gegeten. We hebben lekker gegeten. Even aan tafel. We zijn, ik zou eigenlijk... Wil je nog een ijsje? Nee? Ik zou eigenlijk vandaag een vrijgezellenfeest hebben van mijn vriendin. Maar die heeft helaas door de verschrikkelijke nieuwe maatregelen de bruiloft moeten verplaatsen. Dus ja, we hebben ook besloten om dit natuurlijk maar te verzetten. Want ja, in zo'n feeststemming ben je dan niet meer. Dus dat was echt helemaal ruk. Dikke domper. Maar daardoor kon ik wel naar de tweede verjaardag van Charlie. Ja. Als verrassing. Twee alweer. Twee. Jeetje. Ja. Het gaat het snel. Verder heb ik nog wel een beetje last van maagzuur. Ik heb natuurlijk de maagbeschermers opgehaald. Ja, dat kan zijn dat het eventjes moet... Heb je maagbeschermers of ook maagzuurremmers? Ik heb maagbeschermers voorgeschreven gekregen. Dus die moet ik zo voor de tweede keer innemen. En voor het maagzuur wat ik nu nog heb, neem ik gewoon even wat Genies. Dus dat is hetgeen waar ik nu nog een beetje last van heb. Niet joh. Wat ben je aan dat teertje, hè? Niet. Ja, dus ja, maar over het algemeen, ja, moe en maagzuur. Dat is het nu eigenlijk. En op zich ook wel een viering waard vandaag. Misschien wil je het nog niet vertellen. Wat heb je vandaag gedaan na 3 dagen? Ja, nou. Oh, ja, ik moest naar het toilet. En dat hoort erbij. En dat hoort erbij. Want er werd dus gezegd, ja, het kan twee kanten op. Of je gaat aan de diarree of je krijgt de opstopping. Doe niet zo gek. En eigenlijk de allereerste... Ik kan hem boos kijken. Doei. De allereerste chemo-week, zeg maar, had ik vooral dat ik juist meer naar de wc moest. Ja. En nu kwam ik erachter, ik had nog geen buikpijn of zo, maar kwam ik erachter dat ik dacht, ik heb nu wel 3 dagen... nog niks gedaan. En ja, dat kan natuurlijk wel tot vervelende klachten gaan leiden. En dan hadden ze ook al van gezegd, als dat zo is, moet je het ook laten weten. Want dan hebben we ook weer daar wat voor. Nou, mijn moeder die had al het een en ander liggen eventueel als het nodig was. Ja. Maar het was niet nodig. I did not my two, jongens. Wil ik toch even met jullie delen. Ik moest echt 3 keer nadenken. Je stuurde naar mij van iets met hashtag nummer 2. Hashtag 2. Toen dacht ik, hashtag 2? Ik was gisteren volgens mij, ja, ik heb al 3 dagen geen hashtag 2, ik denk. Heb je het over? Want het was nummer 2, dat is natuurlijk een grote boodschap. Normaal gesproken hebben we het daar nooit zo over, want ik ben daar nogal een beetje zakerig in. Maar in dit geval vond ik het ook een viering waard. Kan je er blij mee zijn? Yes moment. Nou ja, het zijn gewoon van die dingen waar je dan niet ook nog een last van wil krijgen. Nee, ik dacht eigenlijk dat Jessie in een badje gevallen was vanmorgen. Ik hoorde echt zo'n plons, maar dat... Serieus. Nou ja, en Sergio die zag nu net, ik vanochtend ook in de douche, zag ik wat losse haartjes in mijn handen. Want dat gaat ook natuurlijk door, want het is, dit was proces nummer 1, maar het tweede is dat, dat ik biljartbal kaal ga worden. Dus, hier zitten echt wat losse haartjes. Ja, dus als we nu even gaan kijken... dan zijn we 5 dagen verder, denk ik, hè, van dat ik het heb afgeschoren. Ja. 5 dagen dat ik het heb afgeschoren, dus dan ja, ben ik weer benieuwd hoe lang het duurt voordat de rest echt uitvalt. Ja. Aan de ene kant zijn er weer wat haartjes toch gegroeid, lijkt het. Maar aan de andere kant, ja, ook tijdens het douchen zag ik allemaal kleine losse haartjes. Alsof je een beetje alsof jij naar van de kapper afkwam. Ja, van dat soort dingetjes baard in je baard hebt getrind. Ja. Dus ja. Dat is weer de volgende stap. Als we het dan fout doen,
Dan komt fout. Dan doen we het goed fout, hè, Poppy? Ja. Lekker poffertjes. Dan een dikke opvlieger. Een dikke opvlieger. Vlieg op. Opvlieger. Nou, we liggen weer in bed. Ondertussen heb ik een waaier gekregen van mijn moeder. Want ik heb dus gewoon een dikke opvlieger. Dus niet dat je denkt van, goh. Het gevoel alsof mijn hoofd gewoon helemaal bezweet is, terwijl het niet is. Dat is wel even wat nieuws weer, hè? Ja. Die had ik nog niet echt gehad. Nee. Wel een beetje een rood hoofd, maar... Ik heb het gevoel zo van alsof heel mijn nek vol met zweet staat, maar dat is dan dus niet. Ja, dat kan dus en van de chemo komen, sowieso. Maar ik krijg natuurlijk nu ook één keer in de maand een prik om mijn eierstokken stil te leggen, omdat ik een hormonale tumor heb. En de 21ste krijg ik hem weer. Dus ja, welke van de twee? I don't know. But I've got it. En nu heeft Sergio dus een Dyson gekocht voor ons. En die probeert hij nu even te verbinden. We hebben hem nu even daar gezet. Dus ja, sorry voor de rotzooi, jongens. We wonen ergens in. Daar staat hij, op stand. En... Ik kan net zien als ik het... Wel laten zien, dan pakt hij hem niet. Ik heb een beetje problemen met de wifi. Ik wou net zeggen, het heeft niks met de Dyson te maken, maar met alles met... met de wifi hier zo. We'll be back. Oké, we zijn daar. Ja? Zal ik voor jou anders eventjes... Heb jij niet een ontzettend droge mond? Ja, een ontzettend droge mond. Dan zetten we toch gewoon even de luchtvochtigheid wat hoger. Zo, wil je hem lekker waaieren als een briesje? Of zeg je van... Kijk, een andere luchtstroming. 45, 90 graden lijkt me prima. Zit de beam bepalen. Ja, nee, echt super. Even kijken wat de luchtkwaliteit is. Nou, die zit helemaal in het groen, dus daar ben ik hartstikke blij mee. En fijnstof en luchtvochtigheidsgraad. Temperatuurtje van het moment is 23 graden hier binnen. Vind ik wel warm, hoor. 23 graden hier binnen. Ja. Die is niet alleen aan me opvliegen. Ja, jij hebt het altijd warm. Moet hij zo dichtbij? Dit is fijnstof. Fijnstof 10 micrometer, 2,5 micromillimeter. Ja, klein. Nee, maar goed, het is een leuk speelgoed. Maar hij doet het ook zonder de app. Ik kan hem ook gewoon op het apparaat zelf dingen aanzetten. Dat is inderdaad ook wel heel erg fijn dat ook gewoon kan. Ik denk, laat even weten. Niet dat, hè? Hè? Het is toch wel handig dat het ook los van de app werkt, maar het is wel fijn om... Je hebt ook gewoon, je hebt dan de app, je hebt een afstandsbediening en je kan hem gewoon op het apparaat zelf aanzetten natuurlijk. Ja. Dus deze, wat hebben we al gezegd, de luchtvochtigheid, de luchtkwaliteit en een soort van ventilator. Zit erin. Nou, dat komt wel goed van toepassing, maar... Wat zeg je? Ja, ik weet ook niet wat ik zei. Nee. Ik brabbel echt, af en toe ook gewoon. Moet ik echt terugkijken. Wat zei je dan? Ik zei, dat is ook wel goed van toepassing. Hmm. Komt goed van pas, waar ik gewoon... ja, soms moet je me even... Moet me laten, hoor. Oké, sowieso. Ik zei het Ah... Ja. Nou, we hebben weer echt knijterveel lieve reacties ontvangen. Weer onder alle vlogs. Het is echt super, super lief. Bijna niet bij te houden. Nee, ik doe echt mijn uiterste best om iedereen te beantwoorden. Echt? Dus ik hoop... Maar ja, YouTube maakt soms ook nog wel zelf wat shifts, wat hij wel en niet laat zien. Oh, ja. Dus ik hoop dat ik iedereen te pakken heb. Maar ontzettend bedankt voor jullie lieve berichtjes. En ik realiseerde me net... Dat ik denk van ja,
We hebben het natuurlijk over mijn haar gaat eraf en ik heb nu nog mijn wimpers en mijn wenkbrauwen, maar misschien gaan die ook weg. En dat dan weer wat zegt over, je hebt een bepaalde aantrekkingskracht naar iemand die echt gebaseerd is op uiterlijk. En, maar uiteindelijk gaat het om de liefde die je van binnen voor elkaar hebt, die je er doorheen moet slepen. Want ja, voor je het weet krijg je gewoon zo'n kutziekte die gewoon even heel jou wegvaagt. En dan lig je ineens naast een kale kop. En dan huilen. Ik hou toch van jou, met of zonder haar? Ja, weet ik toch. Maar ja, helaas is dat blijkbaar niet overal zo. Nee, ik vind je ook leuker met haar, maar ik hou wel net zoveel van je. Ik vind het verschrikkelijk om jou zo te zien. Maar ja, het is gewoon... Ja. Je hoort ook gewoon echt wel verhalen van mensen die waarvan ze tijdens zo'n proces toch uit elkaar gaan of daarna. Het heeft gewoon zo'n grote impact op je leven en je relatie en hoe je misschien ineens anders in het leven gaat staan. Ja, de hel waar je doorheen moet als persoon van degene die kanker heeft, maar ook de mensen die er omheen staan, die... Daar heeft het ook gewoon zo'n grote impact op. Ja, want ja, ik moet het doen. En jullie kunnen het niet doen, maar je wil wel wat betekenen. En de een die vreet zijn emoties op en die laat er niks van uit. En de ander juist weer wel. En je moet daar toch weer een bepaalde balans in zien te vinden dat je elkaar... Ja. Ja, ook laat. Dat was die ene vrouw die vertelde, dat was dan geen kanker, maar die zijn al 40, 50 jaar bij elkaar. En ze schreef dat toen ze elkaar leerden kennen, vlak daarna dat hij MS kreeg. Nee, zij. Nee, hij volgens mij. En dat zij hem heel lang heeft, dan heb ik het misschien verkeerd begrepen. Ik dacht hij, en dat later zij ziek is geworden, maar misschien was het andersom. Maar dat hij inmiddels één keer per jaar nog steeds naar Rodos op vakantie gaat. En zij niet meer mee kan. Maar zij wel hem dat gunt. En dat is ook liefde. Ja. Dat vind ik. Dus, ja. Ja, het is... Dan ben ik niet van plan om alleen naar Rodos te gaan. Want ik wacht gewoon tot jij beter bent. Nee? Ja. Het is, het heeft gewoon zo ongelooflijk veel impact op alles. En, Ik moet wel alleen naar Turkije. Dat is dan, dat bijvoorbeeld weer wel, hè. Ja, ik, hij gaat, zoals jullie misschien hebben meegekregen of nog niet, hadden wij al op de planning staan om Sergio zijn haar te laten, hoe zeg je dat, transplanteren. Transplanteren. Ja. Omdat hij toch ook wel erg dun werd aan de voorkant. En daar kunnen ze tegenwoordig iets heel erg moois mee. En lang voor gespaard om dat te kunnen doen. En daar keken we heel erg naar uit. En we dachten even een paar dagjes lekker naar Turkije. Hij zijn behandeling, ik lekker aan het strand. Of aan het zwembad. Ja, dat gaat hem niet worden. Ik, ten eerste, ik weet niet hoe ik mij voel op het moment dat we zouden gaan. Het vliegen zelf is voor mij ook altijd niet echt per se een pretje of zo. Dan krijg ik dubbel zo uitputtend. Dubbel uitputtend. Daarnaast, ik mag niet eens vol in de zon. Ik mag niet eens in het zwembad bij chloor. Ik moet er niet aan denken dat ik daar ergens iets van een infectie oploop. Nee, en dat ik ergens in de middle of nowhere in Turkije zit. Ja, dat gaat nog gewoon niet worden. Dus... of hij gaat alleen of hij neemt iemand mee. Ja, dat zijn dan weer de dingetjes. Ja. Maar ja.
Daar komen we allemaal bovenheen. Ja. Toch? Laten we nu maar lekker slapen. Ja. We gaan hem weer afsluiten. Vond je dit weer een leuke, informatieve, toffe, gezellige vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Als je op de hoogte wil blijven. Ja. Nogmaals bedankt voor jullie medeleven en liefde. Ja. En absoluut. Wij zien jou graag en horen jullie graag weer bij de volgende vlog. Ciao. I just wanna see where your love can take.